Wat was ik gisteren blij toen ik in één keer uit de megadoos, boom, de sterrenkracht van Sprout kreeg. Dat was zo chill en Sprout is zo overpowered met sterrenkracht. En ik had hem gisteren rank level 20 gekregen. Dus toen had ik hem op 500 trofeeën. En ik zei, hé, hey, het is wel leuk om hem door te pushen naar rank 25, naar 750 trofeeën. En ja, het is nu één dag later en ik heb hem al bijna 750 trofeeën. Ik moet nog één potje spelen en als we dan winnen, dan heb ik hem rank 25. Oh, ik heb echt no life gepusht. En ik zit ook op een persoonlijk record. Want mijn record was eerst 20.100 nog wat. Ik zit nu op 20.251. En ik denk dat ik dit seizoen nog voor de 21.000 ga. En dan ga ik proberen volgend seizoen de 22.000 te halen. Het is wat, ja, het is best wel wat werk. Maar het is sowieso haalbaar. Ja, het is sowieso haalbaar. Want er zijn mensen die nog meer trofeeën hebben. Maar ja, dat is voor mij wel echt heel lastig om zoveel trofeeën te halen. Want zo extreem veel tijd heb ik ook niet om te spelen. Maar ik ga gewoon kijken wat haalbaar is voor mij. Ik sta nu sowieso wel aan de top van Nederland, 866ste. Dat valt wel mee. Ik heb ook wel in de top 100 gestaan. Maar ja, dat is alweer een tijdje geleden. Maar we gaan kijken of ik volgend seizoen weer in ieder geval in de top 200 kan komen. Als ik voor de 22.000 trofeeën ga strijden. Maar deze video doen we dus eerst even een Sprout naar rank level 25. Hij is zo bizar goed. Je wint alles met hem. Het is echt zo easy om hem ver te pushen. Maar als jullie trouwens zin hebben in deze video, smash even dat duimpje omhoog. 7000 likes als dat gaat lukken. Zou heel nice zijn. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op de belletje te drukken. Blijf je op de hoogte van al mijn Brawl Stars video's. Maar ik ga het mijzelf iets moeilijker maken. Ik weet het leuk gemaakt. Ik ga gewoon duo showdown doen met een random iemand. Dus dan moet ik echt totale luck hebben wat voor tegenstander ik of medespeler ik krijg. En daarmee moet ik dan proberen een rank level 25 Sprout te krijgen. En dan kunnen we achteraf ook even kijken hoe goed die mensen waren waarmee ik speelde. Maar een totaal random iemand. Wie? Oh, Bo. Oké, op zich kan Bo erdoor, maar ik zie dat hij geen sterrenkracht heeft van Bo. En dat is wel een beetje balen, want op dit niveau heeft iedereen een sterrenkracht. Dat is echt zo. Nou oké, we hebben in ieder geval twee krachtpunten. Ik kan hier al een beetje push voor die El Primo. Ja, daar even een hit. Oh, die El Primo die gaat nu dood. Ja, top. Even die Leon wegpushen. Er is ook nog een bier bij die Leon. Oh, die kunnen we nu hebben. Ja, lekker, 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 Bo. Oké, dit zou toch geniaal zijn als we nu gewoon meteen een victory weten te halen. Hij heeft trouwens daar... Oh, hij heeft wel de gadget van Bo. Oké, dat vind ik trouwens best wel een rare combinatie. Oké, die Shelly kunnen we misschien hebben. Ik denk als we dit team even doorpushen, dat we dit team wel kunnen hebben. Kijk, ik doe nu zo. Eén shot, twee kills. Oké, misschien dat het dit potje al gaat lukken. Zit daar iemand? Oh, daar zat gewoon iemand. Daar zat gewoon een team. Lol, ik had daar ook gewoon weer een kill. Waar is diegene nu heen gegaan? Hij loopt denk ik daarachter. Ik denk dat hij daar in de bosje zit. Ja, inderdaad. Hij zit daar inderdaad. Boom, hoppatee. Zico P, ik zei toch, Sprout is gewoon te goed. Ja, mijn teamgenoot die loopt gewoon een beetje achter me aan. En ondertussen destroy ik alle teams. Zo. Dat is echt bizar. Oké, even helpen. Teamgenoot gaat alweer bijna dood. Maar ja, gelukkig ben ik als backup. Even die Leon killen. Boom, boom. Hoppatee, weer een team uitgeroeid. Hoppatee. Ik zal hier trouwens deze even pakken. En dan gaan we dat team ook makkelijk uitroeien. Want dat is een... Eitje, sorry. Hoppatee, zit hij al prima? Waar zit hij? Oh, die zit daar. Hoppatee, dood. Ja, wat moet ik nog meer zeggen? Sprout is te goed voor in Brawl Stars. Het is bizar. Hij wil nog een keer. Weet je wat? Ik ga maar even gezellig doorspelen. Gaan we even kijken of we nog hoger kunnen eindigen. Maar ik heb rank level 25 gehaald. Dat is zo nice. En trouwens, ik laat het zo meteen nog even zien. Maar ik heb vorig seizoen natuurlijk krachtspelseizoen gespeeld. Ik ben ziek hoog geëindigd in Nederland en van de wereld. En dat staat ook bij mijn profiel. Dat is wel even leuk om te laten zien. Dat laat ik zo even zien. We gaan even hierheen. Wat gaan we doen? Oeh, we moeten hier wel even uitkijken. Zitten niet in een hele chille situatie. Ik zal even hiermee helpen pushen. Want als die knokkers daar zo weggaan, dan kunnen we op zich wel... Oké, die Shelly heb ik. Ja, hoppatee. Oh, lol. Nee, die had ik toch niet. Nu heb ik hem alsnog. Dat is chill. Even uitkijken voor Jean. Dan hebben we hier in ieder geval een krachtpunt. Oh, daar is ook weer een team met de Jean. Oké, ik zit nu omringd met Jeans. Ik zal even helpen hier pushen. Oké, nog één hit op die Jean en dan is die dood. Hoppatee. Kijk, dit is zo overpowered. Dit is echt bizar. Maar ik zal nu even hier helpen. Dan kunnen we hier weer even kills maken. Dat is het idee. Ja, nice. En als we die Jean nou killen, hebben we in ieder geval één team uitgeroeid. En dan daarna laat ik even mijn krachtspelstatistieken zien van vorig seizoen. Maar kijk dan, dit is bizar hoe goed. Oh, daar zat gewoon nog een team.
Oké, lol, er zit een Craw. Misschien dat we die wel kunnen pushen. Oh, er is ook nog een Leon. Oké, die hebben we. Nice. Dan zijn we nu best wel sterk, om eerlijk te zijn. Die Craw, die loopt... Ja, die kunnen we niet meer hebben. Oké, nee, laat maar. Dan is deze kant... Oh, Scampi, of hoe heet die? Kom hier! Het is handig om een beetje bij elkaar te blijven. Oké, hier kunnen we misschien die Daryl killen. Dat zou misschien kunnen, ondanks dat hij geboost is. Ben ik wel echt vies sterk. Oké, hij zit daar zo nu. Wij hebben nu het midden. Dat is chill. Oh, nee. Ik zou even een muurtje plaatsen. Huppatee, muurtje geplaatst. Nice. Hij is zo goed. Oké, daar zit het team. Ik wacht heel even en dan kom ik nu tevoorschijn. Kijk, dan kan ik... Ja, die Sandy. Kan ik die nu killen? Moet even hier. Ja. Pak jij die Sandy? Die kan je wel hebben. Die kan je wel hebben. Oh, donders. Die had nog echt low HP ook nog. Maar, wat gaan we doen? We zitten hier op zich wel goed. Als ik hier nou even een kill maak, dan heb ik in ieder geval weer even een team uitgeroeid. Yes. En als we die Craw ook even killen, dan zijn we in ieder geval tweede. En dat is wel het belangrijkste. Maar dan zijn we nu ook wel eerste, denk ik. Denk ik. Ja, inderdaad. Nice. 2 puntjes achter elkaar eerste. Het enige probleem is, als ik nu deze teamgenoot lief, dan is het kwijt. Ja, weet je wat? Ik ga net zo lang door totdat we verliezen. Dus zolang we eerst of tweede worden, ga ik door. En dan gaan we gewoon lekker doorspelen. En misschien dat ik dan al de achtergrond trofee kan halen. Maar anders, en dan zeg maar op het moment dat we een potje hebben verloren, dan stop ik eventjes. En dan ga ik eventjes mijn statistieken laten zien voor krachtspelseizoen. Want ik wil natuurlijk dit nu niet liefde. Dat vind ik zonde als ik dat nu ga doen. Maar kunnen we hier misschien even kills maken? Dat zou chill zijn. Nog 1 hit. Nog 1 hit op die Brock. Wow, jammer. Die had anders 7 krachtpunten. Oké, goed zo. Nog even een paar hits. Ja, nice, dan hebben we die. Lekker. Ik zou hier even een muurtje plaatsen. Oh nee. Jammer. Maar we kunnen nog steeds tweede worden. En dan hebben we eigenlijk alsnog een win. Maar dat gaat nu wel lastig worden. Ja, we worden derde. Oké, dan stap ik er nu eventjes mee. Maar alsnog heel ziek. En ook goed gespeeld van mijn teamgenoot. Want ik dacht eventjes, hij is noob. Want hij heeft helemaal geen sterkkracht. Maar hij speelde echt goed. Maar sorry teamgenoot, het is niet dat ik lief omdat ik je niet goed vind. Maar ik wil even mijn statistieken laten zien. En ook zo nice dat ik hem trouwens al dikke rank level 25 heb. En dat ook gewoon meteen overreden. Maar mijn statistieken, ik ben gewoon 431ste geëindigd van de hele wereld. Niet van Nederland. Van de hele wereld. Dat is ziek. Dat is echt ziek. Ja, ik had het natuurlijk gisteren al laten zien in de video. Als je de video hebt gezien. Maar ik ben natuurlijk wel weer iets gezakt. Omdat ik natuurlijk gewoon... Ja, omdat natuurlijk niet iedereen had gespeeld. Dus sommige mensen moesten nog spelen. Maar van Nederland ben ik 12e geëindigd. Insane. Net niet in de top 10. Dat vind ik wel echt jammer. Het zou zo nice zijn geweest als ik in de top 10 was geëindigd. Maar ja, weet je, wereldwijd Mr. Fish in Nederland is ook gewoon eerste geworden. Kijk, er zijn vet veel Nederlanders die gewoon een enorm goed seizoen hebben gehad. Dus als, zeg maar, wat Nederlanders in... Als er wat Nederlanders waren geweest die een iets minder goed seizoen hadden gehad, had ik natuurlijk wel in de top 10 gestaan. Maar dan alsnog is natuurlijk 12e echt enorm goed. Maar ik weet het leuk gemaakt. We doen nog 1 laatste duo showdown potje. Dan krijgen we nu een nieuwe medespeler. En dan gaan we kijken of we nu dan weer kunnen winnen. Want ik hielp mijn medespeler natuurlijk net enorm met Sprout. En dan gaan we kijken of dat nu weer gaat gebeuren. We spelen met een Sandy. Oké. Op zich prima, maar ook geen sterrenkracht. Dat verbaast me wel. Gewoon geen sterrenkracht en dan speel je op 750 TV'er. Oh ja, trouwens, ik ben ook wel benieuwd hoe goed onze tegenstanders zijn waar we nu een beetje tegen spelen. Dus dat ga ik zo meteen ook eventjes kijken. Hoppatee. Nou, qua kistjes gaan we wel lekker. Ik zie helemaal niemand hier zo. En dan kunnen we lekker doorgaan met kistjes openen. Ligt daar ook nog een kistje? Of wat is daar? Nee, er is helemaal niks. Eventjes de bosjes checken natuurlijk. Is daar iemand? Nee, ook niet. Wat een rust. En verbaas me echt hoe rustig dit potje is. En hier in het midden zit ook... Waar is iedereen? Huh? En daar zit ook niemand? Oh, daar is het. De eerste keer een team. Oké, dit duurde zo lang. Oké, en ondertussen komen we meteen allemaal andere spelers tegen. En oeh, die Piper had ik al bijna. Die heb ik nu alsnog. Oh, shit. Ah, dat was dom. Oké, iets te aanvallend gespeeld. Ja, dat is zeker. Gelukkig is mijn teamgenoot nog levend en ik blijf gewoon lekker rustig wachten. Had ik ook moeten doen. Ik had iets meer verdedigender moeten spelen. Maar omdat ik niemand tegenkwam, dacht ik dat meteen in de aanval. Maar bedankt, teammate. Ik zal nu wat rustiger gaan spelen. Jij mag... Oh, daar moeten we even voor uitkijken. Come on. Hoppatee, nice. 4 een hit op die Rico. Dat is ook wel handig. En dan kunnen we die killen. Ja, nice. In ieder geval weer een kill erbij. Oh, even uitkijken.
Maar oké, okay, nice. Dan hebben we toch nog een krachtpunt erbij. En die derde kunnen we misschien nu killen. Ja, nice. Die hebben we nu ook. Oeh, die roze, dat was wel even een gevaarlijke. Maar misschien dat we die... Oh, nee, 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 nee. Ja, ik weet niet. Kunnen we die nog killen? Misschien wel. Ja, dat gaat wel lukken, denk ik. Ja, dat gaat wel lukken. Sandy heeft zo'n boost. Dat is wel chill. Hier even helpen. Oh, lekker. Dan kunnen we die Leon nu killen. En dan gewoon weer met een random iemand kan ik gewoon weer winnen. Oké, okay, die Rico heb ik wel. Ja, nice. En dan is het nu al showdown. En dan hebben we gewonnen. Yo, dit is echt bizar. Ik ben gewoon zo makkelijk van allemaal mensen. Ik ga gewoon even kijken of ik misschien met een beetje mazzel gewoon nog door kan pushen. Wil hij nog een potje doen? Of... Ja, hij wil nog een potje doen. Ik laat nu even wel de hoogtepunten zien. Dan ga ik gewoon nog eventjes door met deze medespelers. Op de een of andere manier krijg ik gewoon medespelers die ook best wel goed zijn. Dat is best wel chill. En dan ga ik gewoon nog even door kijken of ik toevallig die 800 nog kan krijgen. Maar het is bizar hoe makkelijk het is om Sprout te pushen. Ja, jullie zien het. Het is echt insane. Oké, okay, nou ik vraag me af of dit nog iets gaat worden. Ik zal even een muurtje neerzetten om te verdedigen. En dan kunnen we die Crow misschien alsnog killen. Heb ik hem? Nee, ik heb hem net niet. Maar ik heb wel overleefd. We zijn bij de laatste drie teams. Maar ik heb nog één krachtpunt. Mijn teamgenoot komt nu weer tot leven. En die heeft 0 krachtpunten. En die andere teams hebben echt veel meer krachtpunten. Dus het meeste wat we uit dit potje nog kunnen halen is nummer 2. Wat natuurlijk ook prima is, want dan krijg ik alsnog plus 7. Dus wij gaan gewoon lekker wachten. En nu komen we tevoorschijn. Waar is die? Waar is die? Oh, daar, 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 daar. 16 krachtpunten. Dat is wel echt ziek. Dat is wel echt ziek. Dus we moeten hem low houden. Dus we moeten hem low houden. Zal ik even een muurtje neerzetten? Oh, lol, daar was hij. Oké. Ja, nu ben ik gefukt. Nou, misschien dan mijn teammate. Nee, dat kon niet. Maar we zijn wel weer tweede geworden. En dat is prima. Zullen we doorgaan? We gaan gewoon door. Ik zit gewoon op 780 al. Wat? Dan heb ik gewoon al meer dan 30 trofeeën erbij gekregen in nog geen 10 minuten tijd. Echt zo bizar makkelijk. Misschien moet ik proberen Sprout te pushen naar 1000. Ik zit er nu echt... Ik ga nu echt nadenken of dat misschien wel een idee is. Want ik denk dat er geen makkelijkere knakker op dit moment is om zeg maar te pushen naar 1000. Ik zal even kijken of ik dat ga doen. Maar eerst nog eventjes doorspelen. Kijken of ik nog meer omhoog kan gaan. Nou, dit potje gaat ook vrij makkelijk. Het is nu al showdown. Ik heb echt de ene kill naar de andere gemaakt. De enige vraag is, waar zit de... Oh, daar is het team. Huppatee, één shot en die is dood. En die is ook dood. Kijk al. Zo overpowered. We zijn weer de eerste geworden. Ja, dan zitten we nu echt bijna op de 800 trofee. Ja, ik ga gewoon even doorpushen. Off-White, wil je ook nog een potje? Ja, hij wil ook nog een potje. Gaan we gewoon lekker door. Want we kunnen toch niet verliezen. Nee, dat kan wel. Maar het gebeurt gewoon niet. Oh, dit is zo chill. Ik zie jullie wel weer aan het eind van dit potje. Nou, en dit potje is ook weer showdown. Dus waarschijnlijk gaan we dit potje ook winnen helemaal. Omdat wij super sterk zijn dan onze tegenstanders. Niet heel sterk zijn, sterk nog. Ze geven het gewoon op. Lol. Nice. Huppatee. Weer een win. En dan heb ik momenteel 700. 98. Oké, okay, nice. Nog één potje. En dan stop ik er wel mee. In ieder geval voor deze video. En dan heb ik gewoon met random iemand gewoon van 750 naar 800 gepusht. Nou, er is geen één andere knokker in heel Brawl Stars waarmee je dat gaat lukken. Sprout is gewoon te goed. Oké. Okay. Ik ga even hier een paar in. Ik zal even helpen. Kan jij die mooi pakken? En dan gaan we nu lekker door naar het midden. Oeh, daar is wel een Brock. Die hit wel goed. Dus daar moet ik wel even een beetje voor uitkijken. Maar ik kan misschien ook een paar hits doen. Eventjes kijken. Dat zou wel chill zijn. Oeh, die Bibi moet ik wel voor uitkijken. Die zat daar al op de loop. Oké, okay, maar dit is prima zo. En dan hebben we wel mooi wat krachtpunten. Ik zal hier even een paar hits doen. Even zorgen dat we de boel gaan verdedigen. En dan heb ik nu mooi een boost. En dan kan ik nu in de aanval. Yes, yes, yes. Je bent eraan, Bo. Hoppatee. Dat is eentje. Dan ga ik gewoon meteen door voor zijn teammate. Want die zit hier zo in de bosjes. Die zit hier. Ja, 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 die zit daar. Huppatee, come on. Huppatee, nice. Dat is weer een team uitgeschakeld. En dan wordt dit ook het laatste potje. Maar het ziet eruit dat we weer gewoon in de top gaan eindigen. Off-White is gewoon heel erg anders. Maar ik zal hem nu even gaan helpen. Die Colt, die hebben we wel. Huppatee. Waar, dan moet... Oh, shit. Oh, man. Oh, die zag ik eventjes niet aankomen. Maar als Off-White nou even één team kan uitschakelen. En ik ben natuurlijk over 10 minuten of 10 seconden weer terug. Maar als er één team uitgeschakeld wordt, dan hebben we in ieder geval nummertje 2. En dan heb ik in ieder geval 800 trofeeën met Sprout. Dat is toch wel echt heel baas hoor. Zonder hulp van iemand. Want dat vind ik wel grappig om te zien. Want heel vaak krijg ik berichten van iemand die zegt... Ja, je kan het niet alleen. Nou ja, toch wel hè. Maar ja, ik doe het wel samen met random mensen. Maar ja, geen idee hoe goed die zijn. Misschien bak ze er ook helemaal niks van. Ja, ik heb geen idee. Oké, okay, dat is eentje.
Moet hier even uitkijken. Ik kan wel even deze boost pakken. Ik denk, ja, Off-White kan hem beter pakken, want die is veel sterker. Ik kan hier even een paar hits doen. Ja, want als ik hem had gepakt, dan was ik natuurlijk veel minder sterk. Huppatee, nice, dat is één team, want die gaan we wel killen. En nu even dat andere team killen. Huppatee, come on, come on, come on. Eerst even die spike. Oh, nog 700. Of 60, of 20 HP bedoel ik. En dan hebben we weer een victory. We winnen alleen maar. Ja, ik zit eigenlijk wel eigenlijk nu gewoon doorpushen. Maar ja, ik stop nu wel even, want anders gaat deze video ook veel te lang duren. Maar ik ga denk ik binnenkort door proberen te pushen naar de 1000. Dat is echt insane. Wat bizar is deze knokker Sprout. Ik kan wel even kijken hoeveel ik van Nederland sta met Sprout. Dat is wel even leuk om te zien. Ik sta 38ste van Nederland. Dus dat is op zich wel leuk. Ook best wel in de top. Maar ja, er zijn best wel wat mensen die al gewoon Sprout dik boven de 1000 hebben. Karel en Sin Nielsen, die staan gewoon 1 en 2. Daarmee speel ik ook wel regelmatig. Dus dat is ook wel ziek. Maar laat me weten in de comments of jullie het een leuk idee lijken dat ik Sprout binnenkort ga pushen naar 1000. Ik zou natuurlijk nog even laten zien hoe goed die lui waren waarmee ik speelde. Off-White profiel, hoe goed was die? 25.000 trofee, dus dat is wel redelijk goed. Ja, ik wou het toch nog eventjes laten zien naar jullie, want ik was wel benieuwd. En waar is die andere waarmee ik samen speelde hier? 15.000, dus dat valt in principe wel mee. Maar ja, je moet hier natuurlijk al best wel tegen goede mensen. Maar in ieder geval, wij gingen wel erg lekker. Maar dat was dit echt, dat wou ik nog even laten zien. En dan heb ik tenslotte nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als je dit nou een leuke video vond, druk dan even op de video die hier tevoorschijn komt. Het is een soort gelijke video, dus waarschijnlijk vind je die ook wel leuk. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hier. Dat is een abonneerknopje. Dan kan je abonneren en dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bouws Army. Let's go!